Finn Winkels, jij bent journalist voor het Algemeen Dagblad. Je hebt de zaak in de tijd gevolgd tegen dat volleybalduo, wat toen op een gruwelijke wijze is vermoord, Ingrid Visser en de heer Severijn. Er is een onderzoeksrapport verschenen. Dat onderzoeksrapport, dat heb jij gelezen. Wat is het allerbelangrijkste nieuws wat er in dat rapport stond en wat jij eigenlijk nog niet wist? Een paar dingen. Een van de belangrijke, dat wij dachten toen de lichamen werden ontdekt, de eerste verhalen waren dat ze slachtoffer waren geworden van een ruzie, een uit de hand gelopen conflict in een vakantiehuis. En dat ze toen vermoord zijn. Nu blijkt dat die moord 10 dagen ervoor is voorbereid, grondig voorbereid. Door een manager, een ex-zakenpartner van Severijn, die zij goed kende. Dus op het moment dat zij in Amsterdam op een vliegtuig naar Alicante stapte, vlogen ze hun dood al tegemoet. Ja. Ze werden daarop gehaald, naar het huis gebracht door een vriendin. En zijn dezelfde avond al om het leven gebracht. Het andere, toch wel heel belangrijk, is dat Lodewijk Severijn toch heel veel zaken deed. Het deed met, behalve met deze Juan Cuenca, dat is de hoofdverdachte, oud-manager van de voetbalclub, ook met andere loesje partijen. Hij zelf had het over de Russische maffia, zei het ook tegen zijn familie, allemaal volgens dat onderzoeksrapport. Ja. Hè? Ze zei tegen zijn zakenpartner ook van, nou, zijn zakenpartner Peter van der Baan, met wie hij verschillende bedrijven hier in Nederland heeft, zei van, Lodewijk, pas op, dit lijken mij geen nette mensen. En hij vreesde zo voor die mensen dat hij zelfs om een pistool vroeg tijdens zijn bezoek aan Spanje om zich te beschermen. Het cynische is dat hij niet slachtoffer uiteindelijk is geworden van die Russische maffia, maar van zijn zakenpartner. Laten we even kijken voor de mensen die het niet meer precies weten wat er in de tijd gebeurde. Oud-volleybalster Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk Severijn zijn dood. Hun lichamen zijn gevonden in een plaatsje buiten Murcia. Het stel verdween 2 weken geleden en was sindsdien spoorloos. De moorden zouden met veel geweld gepaard zijn gegaan. Volgens Spaanse media zijn Visser en Severijn gemarteld. Hun lichamen zouden in delen zijn teruggevonden in een graf. Volgens de Spaanse politie waren ze misschien wel dagenlang vastgehouden in het appartement van de voormalig technisch directeur. Dat is dus niet zo. Ze zijn op de dag zelf dat ze aankwamen, zijn ze vermoord. Door wie zijn ze vermoord? Door 2 Roemenen, meneer Stan en meneer Jon. Die zijn gepakt ook? Die zijn opgepakt, opvallend. 2 mannen zonder enig strafblad. Die werden al direct al opgepakt, hoor. Op het moment dat de lichamen werden gevonden. Dus wat dat betreft de Spaanse politie goed werk gedaan. Ze hebben direct eigenlijk alle hoofdverdachten hebben ze allemaal gevonden. En die mannen werden ingehuurd door die bewuste Juan Cuenca. Hij zelf zei tegen de politie voor 1000 euro. Nou, dat je voor 1000 euro zo'n vreselijke klus doet, lijkt me heel sterk. Misschien waren ze op zoek naar meer geld. Ik wil niet op details ingaan over wat er toen in het huis gebeurde, maar uiteindelijk dat gemarteld worden, zo, dat was dus niet zo. Zij zijn direct vermoord toen ze daar kwamen. En de opdrachtgever was die meneer waarvan je de naam al een aantal keer hebt genoemd? Nou, dat moet nog verder uitgezocht worden. Daar ging altijd iedereen van uit. Die Cuenca deed zaken met Severijn. Ze hadden een BV, Grandma Limited, of Stone Trade op Gibraltar, om een marmergroeven samen te kopen en weer door te verkopen en daar geld aan te verdienen. Dat klopt, dat lukte allemaal niet. Die Cuenca verdedigt zich de hele tijd door te zeggen van nee, de grootste opdrachtgever is een meneer die heet Lifante. Die was de voorzitter en de eigenaar van de volleybalclub waar Ingrid speelde. Een man die Ingrid 40.000 euro schuldig is voor haar 2e seizoen dat ze bij de club speelde. En die, van hem was die marmergroeven en die zou erachter zitten, deze meneer. Die zou erachter zitten volgens die Cuenca. Ik heb met Lifante gesproken, 2 maanden geleden in Murcia, ook gisteren weer. Hij ontkent dat weer allemaal. Hij zegt van, maar het ging dus om geld. Puur om geld. Ja, geld wat ze van Severijn wilde hebben en wat hij niet had, want hij zat in de schulden. Nee, hij had zelf, schijnt, in die BV op Gibraltar al geïnvesteerd op dat Cuenca die marmergroeven kon verkopen. Ze hoopte, die groeven is ongeveer 350 miljoen euro waard. Het marmer is veel geld in de bouw, et cetera. Hij werd niet geëxploiteerd. Daar zouden zij een behoorlijk percentage aan overhouden. In het onderzoeksrapport staat dat Severijn dat geld hard nodig had. Hij heeft in Nederland ooit goede zaken gedaan met de verkoop van bepaalde dingen en aandelen. Had bedrijfjes, zaken in Brazilië, in Venezuela. Die liepen niet goed en hij had dringend geld nodig. In het rapport staat tussen de 750.000 en 1 miljoen euro om die bedrijven weer een nieuwe duw te geven. Dat had hij gehoopt van die marmergroeven, dat geld kwam niet. En steeds vaker gaat hij mail schrijven aan die Cuenca, Juan, ik heb dat geld nodig. En die Russische maffia, die investeerders dan, op wat voor manier zitten die er dan bij? Want die hebben het uiteindelijk niet gedaan, die hebben de moord niet gepleegd. Nee. Maar die zitten hier ook wel ergens tussen. Op het moment dat Severijn ziet dat die Cuenca helemaal geen haast maakt met het verkopen van die groeven, waarschijnlijk omdat die groeven helemaal niet van Cuenca was en hij kon hem helemaal niet verkopen, hij was van die Lifante,
Op dat moment gaat Severijn andere investeerders zoeken. Die zegt van, voorlopig geld erin steken en hem helpen die mijn willen kopen van hem en dan een aanbetaling doen. Maar hij kan het niet verkopen, die zaken gaan niet door. En op een gegeven moment schrijft hij een mail, dat is op 4 april... dat is anderhalve maand voordat ze naar Murcia reizen als stel. Schrijft hij een mail en ik denk van, ik wil nu het geld zien, want de investeerders hebben het vertrouwen in mij verloren. Eén is naar de rechter gestapt, heeft beslag laten leggen op mijn goederen. Ik heb heel veel geld verloren. Mijn situatie is rampzalig, desastreus. Dat stond er, rampzalig? Dat staat desastroso in het Spaanse rapport, maar hij zal wel iets in het Engels hebben geschreven. Hij zei, ik heb het geld nodig. En een paar weken later, op 15 april, op 13 mei reisden ze naar Murcia, werden ze vermoord. Op 15 april schrijft hij een nieuwe mail aan die Cuenca van, ik wil nou geen beloftes meer van je hebben. Ik wil het geld zien. Maar was hij eigenlijk bang voor die Russische zakenpartners dan? Ja. Maar echt bang voor de verkeerde persoon? Die had hij geld beloofd. Ja. En die zei van, waar blijft dat geld? Wat waren dat voor types? Weten we daar iets van? Nee. Tegen zijn familie zei hij ook van, ja, het zijn wel een beetje mafioze types. Ik weet niet of je natuurlijk niet alle Russen als mafioze types beschouwt, maar hij wist met wie hij zaken deed. Ja. Gewoon met mensen die heel erg veel geld hadden. Als ik het goed begrijp, is hij dus eigenlijk misschien uit angst voor, het is speculatief, maar uit angst voor die Russische zakenpartners gevlucht naar de man die hem om zeep heeft gebracht. Nou, zijn bedoeling was van de reis. Ingrid Visser moest die dagen naar een kliniek in Murcia, omdat ze zwanger was geraakt met hulp van die kliniek. Hij zei van, die reis benutten we om alle banden met die Cuenca te verbreken. Want ik zie dat hij helemaal niks voor ons doet. Ja. Maar ik wil wel dat mijn geld terug hebben. En dat was er al niet meer. Heeft hij nooit meer gezien. En waarschijnlijk had die Cuenca dat geld ook niet meer. Was hij ook aan andere mensen geld schuldig. En Cuenca heeft toen gedacht van, ja, ik kan hem dat geld niet teruggeven. Dus ik laat ze maar spoorloos Wat ik nou niet snap is, het gaat niet om idioot grote bedragen. Het gaat om tonnen, heb je het steeds over. Nou, voor mij zijn dat idioot grote bedragen. Ja, maar dit gaat ook om twee moorden. Ja. Dus dat verband, vermoord je om dat soort bedragen, dat snap ik niet zo goed. Dat is de grote vraag. Waarom? Ze kunnen ook samen afspraken maken. Of hij krijgt dat geld niet terug. Ja. Nou en, Severijn woont in Nederland. Die kwam echt niet die Cuenca in elkaar slaan. Dus Severijn was niet de Russische maffia. Cuenca hoefde eigenlijk niet bang voor hem te zijn. Maar ergens in de politieverhoren zei hij wel van, nou, ik ben bang voor die Severijn, een man van bijna 2 meter. Die Cuenca zelf is ook niet de kleinste trouwens. Maar hij werd bang voor hem. Cuenca is nog meer in paniek geraakt misschien. Ja. Absoluut, maar niet zo in paniek, want die Roemenen bijvoorbeeld, die huurt hij al in op 2 mei, komen die naar dat vakantiehuisje waar ze 11 dagen later Visser en Severijn vermoorden. Dus ze zijn er al die dagen geweest, hebben gewacht op het moment, voorbereid. Een vriendin van Cuenca, dezelfde vrouw die het stel naar dat huisje bracht, heeft al een dag tevoren een cirkelzaag gekocht, vuilniszakken, zonder te weten waar die voor goed zouden zijn. En onder andere zij is met die Lifante, die eigenaar van de club, naar de politie gestapt van, hey, verrek, ze hebben mij dit laten doen. Misschien heeft dat wel met de verdwijning van die twee Nederlanders te maken. Even nog, je hebt het hele rapport mogen bekijken, kunnen bekijken. Ja, niet alles hoor. Wat zijn jouw vragen nu nog? Wat zijn nou de grote vragen die we nog moeten Het uiteindelijke motief. Ja. Nergens staat van waarom Cuenca, zoals jij ook al vroeg, waarom ga je zo ver? Ik bedoel, hij was zelf ook geen misdadiger, hij had een strafblad voor valsheid in geschriften een keertje. Die twee Roemenen, één man van 63, hadden ook geen enkel strafblad. Stonden nergens geregistreerd van dat het grote misdadigers of huurmoordenaars zouden zijn. Dus wat is er gebeurd? Wat doet jou besluiten om die mensen te vermoorden? Hij zegt van ja, die opdracht hebben anderen me gegeven. Ja. En dat moet allemaal duidelijk worden in een rechtszaak trouwens, die nog wel heel lang op zich kan laten wachten. Dat gaat nog jaren duren in Spanje? Gaat dat nog jaren duren, die rechtszaak? Ja, in Spanje, het eerste voorarrest is 2 jaar, maar justitie daar is niet al te snel. Dus dan kan het voorarrest met nog eens 2 jaar verlengd worden. Er zitten nu 4 mensen vast, de 4 hoofdverdachten. En die zouden best, ik denk dat we voor 2015 niet een rechtszaak hierover krijgen. En wat denk jij? Is hij de hoofdschuldige? Ja, Cuenca heeft met alles te maken gehad. Als de politie heeft telefoons uiteindelijk kunnen napluizen waar de telefoontjes zijn gepleegd. Ze zijn voortdurend bij elkaar geweest, die twee Roemenen en die Cuenca en de derde man, de eigenaar van de citroenboomgaard waar de lichamen gevonden werden. Die hebben met z'n vieren, die Lifante, die eigenaar van de club, heeft mij ooit een foto laten zien waarop al die mensen al samen zitten in een hotel. Toevallig zijn dochter heeft die foto. Maar hey, wat doet die Cuenca daar met een paar Roemenen bijvoorbeeld? Dus dat zijn al wel bewijzen tegen de. En die zijn met z'n vieren voortdurend daarmee bezig geweest. De vraag is ook van, waren zij nog op zoek naar geld? Ja. Severijn had dus geen geld bij zich, had niet meer. Wat wilden ze van die twee mensen?
die echt om, net we zeiden, ja, het zijn niet grote hoeveelheden, om helemaal niks, gewoon om een zaak. Hij dacht leuke zaken te doen in Spanje. Ja. En dat je dat met je leven betaalt. Ja. En het leven van je partner. Ja. Nou, dankjewel voor dit verslag. Tot zover. Het wordt vervolgd. Ja, over lange tijd. Ja. Ja.